Vandaag is onze gast August Lahey, een markante Tielenaar die je nu iets over zijn leven gaat vertellen. August, welkom. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Geboren in augustus 1937. Ja, ik was graag wat later geboren. Is dat zo? Ja, normaal gesproken kunnen we dan wat langer meedoen. Oh, ja, op die manier. Maar ik heb nergens spijt van. Jij hebt nergens spijt van. Voor de mensen die jou niet kennen, dat zullen er niet heel veel zijn, beschrijf jezelf eens. Wie ben jij, August? Wie ben ik? Ik ben August Lahey, geboren uit een horecafamilie. Op 28 augustus 1937. En ik speel vandaag een thuiswedstrijd. Ja, want deze plek waar wij zitten, het Korenbeursplein, dat heeft voor jou een betekenis. Ja, mijn ouders hebben hier 31 jaar zaken gedaan. En ik 9 jaar als nachtzaak. De nachtzaak, een verlaat sluitingsuur tot 4 uur. Maar dat werd toen de tijd ook makkelijk 5, 6, 7 uur. Nagelang dat de naam van de zaak niet met verkeerde dingen in aanraking kwam. En we hebben de oorlog ook meegemaakt. Toen was het Korenbeursplein waar we nu zitten overdekt. Met in het midden een punt als het ware waar gewapend glas in zat. En wat na de oorlog net een landkaart was van de scherven. Oh, echt? Van granaten die daar ingeslagen waren. Dat glas er kon niet barsten omdat het gewapend glas was. Dus dat was hier? Dat was op dit plein. En na de oorlog, Tiel was procentueel de zwaarst getroffen stad van Nederland. En werd puin geruimd uit de binnenstad. Dat ging naar de Waal en daar waar nu Uien zit. Daar werd het gestopt met lorrywagens. Waar wij s'avonds de kettingen van losmaakten, erin gingen zitten. En dan de wat ouderen die duwden die karretjes dan over de rails heen. Maar goed. En toen is dit een soort passage geworden. Want de winkeliers, waar de panden van verwoest waren, die begonnen op dit plein, omdat het nog overdekt was. En het dak ervan gewoon met betuin, of hoe ze dat ook noemen. Dus er waren weinig kosten, eensteens muren. En zat hier onder andere Bensdorp. Bensdorp? Dat was een chocoladewinkel. Ja. En Bruggeman met boeken. Drukkerij Tolhuizen. En hebben we het dan over de jaren 50? Ja, direct na de oorlog, zeg maar, ja. Ja. En we hadden hier ook de eerste prostituee. Prostituee? Ja, die had aan die kant een gedeelte tussen die pilaren in. En daar had ze dan een rood lampje. En dat zag jij als jongetje? Dat heb jij beleefd, ervaren? Ja, zonder dat het eigenlijk tot me doordrong. Van de oorlog zelf kan ik me herinneren. Er zat een uitkijkpost op de Sint-Maartenskerk van de Duitsers. En de geallieerden zaten aan de overkant. Ja. En de geallieerden hebben uiteindelijk Tiel verwoest, want die gingen schieten. Op die Duitsers die daar zaten. Op die Duitsers. En toen heb ik in die tuin daar gestaan en sprong er een Duitser boven van de toren af en beneden stonden ze met zijn vangzeil en die brak beide benen. Ik zit het te vertellen, ik hoor ze nog kraken. Ach, dat zijn dingen die blijven erbij. En ook een soldaat die met een gewoon geweer een vliegtuig neer wilde schieten. Later heb ik gehoord dat als ze met een geweer een vliegtuig naar beneden zouden halen, dan mochten ze meteen naar huis. Nou, dat vliegtuig was zo groot als een wesp, om te zien. Maar die mensen waren ook al in wanhoop natuurlijk. Ja, ja, hopeloos. Die wisten al dat het... Ja, maar goed, de horecafamilie. De horeca zit in jouw bloed. Ja, ik heb er niet om gevraagd. Want jij hebt jaren zelf actief in die horeca gewerkt. Ja, maar ik ben per abuis in de horeca verzeild geraakt. Dat was nou helemaal niet het idee. Nou, ik had... Of niet jouw idee? Nee, maar ja, toen zat ik op een leeftijd van 15 jaar en mijn idee was meer om filmoperateur of etaleur te worden. Oh, dat is inderdaad iets anders. En mijn vader die had veel bruiloften, partijen en veel verenigingen als clubhuis. Meer dan 40, waarbij Theolen onder andere iedere week met de vergadering kwam. Die had veel buurtverenigingen toen de tijd. Het Ooi, de Heilige Straat, noem maar op. En dat ging allemaal naar de beurs toe.
En mijn vader kreeg, toen waren er nog bruiloften, die om 8 uur begonnen. En die duurde tot 5 uur 's morgens. Tot 5 uur 's morgens? Tot 5 uur 's morgens. Oké. En dan gingen de is niet meer. Nee, ze gaan om 5 uur van huis af. Ja, als je niet uitkijkt. Maar goed, dan moest kleine August meehelpen. Nee. Mijn vader kreeg om een kleinigheidje ruzie met een van zijn medewerkers. En dat laaide zo op. Maar ze vermoeid allebei natuurlijk, dus prikkelbaar. Ja. Dat hij zei, ik ga weg, ik kom hier niet meer terug. Mijn vader in zak en as. En om mijn vader te troosten, zei ik, pa, laat maar gaan. Dan trek ik het zwarte pak aan. Hij zei, dan ga je maar naar de Blank. En dan haal je daar die spullen maar. En de schoenen bij Wienans, die onze overbuurman was toen het nog overdekt was. En alles wat daarbij nodig was. En zo is het gekomen. Ja, en dat... En gebleven. Het is ook geen vak eigenlijk, het is een virus. Als je daar eenmaal in zit. Of een talent, een gave. Ja, dat heeft zich dan in de loop der jaren ontwikkeld, mag ik aannemen. Want na 2 jaar ben ik thuis weggegaan. Ik zeg, ik wil wat meer leren. Terwijl leren niet mijn sterkste kant was. Ik heb onder andere 4 keer een MULO gehad. Ik ben nooit blijven zitten. En toch maar tot de 3e klas gekomen. Omdat dan moet je me steeds... toch uitleggen. Nou, omdat ik uit eigen beweging wel aanvoelde dat ze me er anders af zouden sturen. Dus noem dat dan de eer de hand in eigen boezem steken enzovoort. Waarbij ik in Tiel klaar was. 2 keer de katholieke MULO en 1 keer de MULO van Tik. En doordat mijn vader connecties had, onder andere met Piet Grevioen, de voorzitter van Tiolen. En die had weer een broer, die gaf Engelse les op de Rembrandt MULO in Hilversum. En zo hebben ze me naar Hilversum getransporteerd. Dus je bent Tiel uitgegaan? Ik was Tiel ontrouw. Maar daar heb ik wel een heel mooi jaar gehad. Ja? Het was toch wel een kostbare geschiedenis. Ik heb daar gevoetbald bij Victoria. Ik was de eerste Tielenaar die bij het GAK zat. Wel te verstaan, de Gooise Atletiekclub. Oké, ja. En ik deed daar dus aan atletiek. Waarbij ik als enige mee mocht doen met de 400 meter. Ook tegen klasgenoten van de 4e en 5e klas die allemaal zo'n jaar of 2, 3 ouder waren als ik. Waarom waren die ouder? Ik heb 1,5 jaar met TB op bed gelegen toen ik 11 jaar was. Jeetje. Waarbij de dokter toen de tijd zei na 1,5 jaar, je mag er wel 10 minuten uit. Ik zeg, is dat wel de moeite waard? Hij zegt, probeer het maar. Ik viel ook meteen om, want ik had geen evenwicht meer enzovoort. Maar goed, ik was dus ouder als de gemiddelde leerling in de 1e klas. Maar dat heb je ook nog even. En daarom ook meedoen aan de 400 meter, dat was het topnummer. Ja. En daar werd die jongen uit Tiel, die werd eerst. Echt waar? En de naam was gevestigd. Ja. Mede om het feit, omdat ik een akkefietje had na 3 dagen al, met de zoon van Dolle van der Linden. Van het Metropoolorkest, bij de ouderen wel bekend. Die had nog 2 vrienden en in het speelkwartier liepen we om de school heen. En hun kwamen met z'n 3 over het trottoir en ik liep in de goede richting. En toen botste die ene, weet ik zeker, bewust tegen me aan. En toen zei hij, kun je niet uitkijken? Ik zeg, misschien ligt dat wel aan jullie, jullie zijn met z'n 3. Hij zei, je moet geen babbels hebben. Want weet je wel wie ik ben? Want anders krijg je er een. Ik zeg, oh. Ik zeg, en wie is het? Hij zegt, ik ben een zoon van Dolle van der Linden. Ik zeg, en ik ben August Lahey van Dick Lahey. Boom. Dat was na 3 dagen. En kon ik meteen bij het hoofd van de school komen. En nadat de situatie uitgelegd was. Goed, nou, die babbels, die had je destijds dus ook al. En die babbels hebben je ook heel veel gebracht. Ja. Maar dat zal in die 1,5 jaar stilte, dat ik mezelf zoet hield met speelkaarten en met dobbelstenen. Daar heb is het spelelement van mij wakker gemaakt. Dat spelelement, en dat is wellicht ontwikkeld toen jij dus ja, op bed tijd, lag. Dat mocht ik op de zij liggen. En dan, maar dat doe je nog steeds graag? Spelletjes? Ja, ik ben een spelletjesbeest. Dat heeft me ook niet altijd winst gebracht. Maar goed, vertel eens. Je bent pas een goede winnaar als je gewend bent te verliezen.
Oké, maar dat heeft wel ook een soort van rol gespeeld in jouw leven? Jazeker, ook in het zaken doen. Altijd te veel bezig en mijn Achillespees is administratie. En ja, je kijkt ernaar en je doet er niks aan. Nee, en is dit nou iets waarvan je ook zegt van daar ben ik niet trots op? Of? Nee, kijk, het hoort bij het leven, het hoort bij het ondernemen. Het kan ook fout gaan door allerlei omstandigheden. Het heeft mij wel geleerd dat de weg omhoog, dat gaat langzaam. Maar op het moment dat de sterren verkeerd staan, dan ga je naar beneden en dat gaat als een draaikolk. Heel snel. En om daar dan weer bovenuit te komen, dat is een heel ander verhaal. Ja. Waar ben jij trots op, August? Op mijn zoon vooral. Vooral nu hij 2 opgroeiende kinderen heeft en zijn vrouw is verloren. Op 33-jarige leeftijd van haar. En dan toch de geweldige band die mijn zoon heeft met mij en ik met hem en met zijn moeder en met zijn schoonouders van Marieke. Daar, ja, dat is heel tragisch wat er gebeurt. Dat is tragisch, dat hoort ook bij het leven. En laat het maar over iets anders gaan. Ja, oké, maar goed, jouw zoon is jouw trots en jouw kleinkinderen, ja, vooral dat wellicht ook. Ja. Die doen het heel erg goed. Ja, en ja, waar kun je nou... Ik ben ook wel eens heel, heel erg blij geweest op mezelf. En dat had met de biljartspel te maken. Juist toen ik... Maar je bent heel druk geweest met biljarten. Ja, ik spreek nu tegen een oud kampioen van Nederland. Dat gebeurde in Veendam. En wanneer was dat? Sorry? Wanneer was dat? Even nadenken. In 1973, toen ik het wapen van Balver begon. Ik was zo druk met de nachtzaak en ik was bezig met de inrichting en zo van het wapen van Balver. En ik heb gedurende een half jaar... En tussendoor was je aan het biljarten? Nou, het biljarten, daar kwam ik niet toe. Alleen om toch iets ontspanning te hebben, want ik deed de nachtzaak. En dan ging ik om 5:00, 5:30 naar bed. En om 8:00 was ik in Echteld. En dat heeft zo'n klein half jaar geduurd. En ik denk, ja, ik mag toch wel iets hebben. En toen heb ik met districtswedstrijden, daar werd ik eerste. Met gewest werd ik eerste. En noodgedwongen, met plezier, naar Veendam voor het kampioenschap van Nederland. En dat heb ik ook gered. En dan was je eerste. En daar... Toen heeft burgemeester Houtkoper, want een paar dagen daarna ging het wapen van Balver open. Hij zegt, heb je nog wat verdiend? Ik zeg, financieel bedoel je? Ik zeg, het heeft alleen maar gekost. Hij zegt, ik bedoel, een beker. Nou, ik had een medaille aan een rood-wit-blauw lint. En hij vroeg mij dat in het wapen van Balver. Hij zegt, geef dat maar eens even aan mij. Wat? Als dan de zaak open gaat, dan kan ik jou... Oh, echt? Officieel huldigen. Zie het maar als reclame. Ik zeg, een heel goed idee. Oh, wat leuk. Want hoe lang ben je met het wapen van Balveren geweest? Hoe lang heb je dat gedaan? 9 jaar. 9 jaar? 9 jaar de beurs. En 9 jaar... Op school heb ik nooit een 9 gehaald. Nee, maar goed. Wel een 11. Voor verzuim. Hoeveel werkgevers heb jij gehad? Meer dan 40 door Nederland heen. Dus ik heb nooit ergens lang gewerkt. Behalve die 9 jaren beurs, wapen van Balveren. Ja, dus tot ik voor mezelf begon in 1965 op de beurs, heb ik ook nog gevaren. Ter Willem Ruis, die maakte reizen rond de wereld van 2 maanden. Daar werd ik goedgekeurd voor 1 reis, vanwege dat vlekje op de longen van 11 jaar. Maar omdat ze te weinig personeel hadden. Na die reis kon ik meteen, voordat we in Southampton waren, op de bunkeren, kon ik tekenen voor de volgende reis. En dat was ik van plan en toen kreeg ik bericht dat mijn oom, die in Hotel De Zon zit, waar nu modemagazijn Blijdenstein zit, ja. Die zou naar Alblasserdam gaan, maar hij was de zaak maar niet kwijt. En toen zei hij, als jij nou meegaat naar Alblasserdam bij de MKF, Nederlandse kabelfabriek, was 24 uur per dag open, in 3 ploegen werd er gewerkt, dan ben ik daar ook mee gered. En hoe oud was je toen? Waar hebben we het over? Dan hebben we het over, hoe oud was ik?
In 59 heb ik dus gevaren, dus toen was ik 22. Gewoon nog een heel jong mannetje. Ja. Ja. Ja, maar toen had ik ook al gewerkt in Nijmegen, in Hotel Atlanta, het Delta Hotel in Vlaardingen, in de Dubbele Sleutel in Woerden. Allemaal zaken die nu niet meer bestaan. Maar hoe komt dat? Dat dat allemaal van die korte termijn dingetjes waren? Omdat ik, als ik bepaalde dingen gezien had, dan denk ik, ja, nou weet ik het wel. Nou, weer eens ergens anders kijken, ander type bedrijf. Je verveelde je snel? Nee, maar dan was ik ook al uitgekeken op de zaak. En dat gebeurde er ook vaak, omdat je dus een kamer dan had. Dus ik heb heel veel op kamers gewoond. Maar veelal zeiden ze dan, oh, we hebben nog wel een kamer boven de zaak. En dat hield dan in dat de collega's zeiden, oh, jij bent er toch, maak jij maar sluiten. Dus je maakte extreem lange dagen. Ja, dat waren, trouwens in de horeca zijn eigenlijk geen arbeidswetten in de zin van, nee. Zolang als er gasten zijn, ben je aan het werk. Ja. Ja. En de stamgast die krijgt toch ongemerkt een streepje voor. Nou, gaat het verhaal. Jij bent dé kastelein van Tiel. Dat is een verhaal, hè? Nee, maar dat zeggen meerdere mensen. Oh. Ik heb van tevoren met deze en gene gesproken. Ik heb gezegd, ik ga met August Lahey spreken. Zeg, dat is dé kastelein van Tiel. Hoe word je dé kastelein van Tiel? Ja, ik denk dat dienstverlening in je zit. En dat zal ik van mijn ouders meegekregen hebben. En je hoeft niet per se kastelein te zijn om dienst te verlenen. Als dienstverlening in je zit, dan kan het in een bloemenzaak. Als iemand de bloemen heeft, een paar bossen bloemen en die loopt naar de uitgang. Dan kan het druk zijn wat het wil, maar even de deur open houden. Dat moet je niet bij na hoeven te denken. Dat zit in je. Zie je dat nog steeds? Zie je dat ook bij de nieuwe generatie? Ja. Jammer genoeg blijf ik dan toch steeds maar kijken hoe men het doet. En dan de inzet van de nieuwe generatie. Je handen dan een klein beetje te jeuken? Ja, maar ik durf tegenwoordig toch niet meer te zeggen wat beter zou zijn. Want het merendeel weet het al beter. En natuurlijk in de zomertijd zijn er veel vakantiebaantjes en zo. Waarbij de horeca dan ook wel gebruik van maakt. Maar dat het er echt in zit, dat zijn er niet zoveel. Er zijn er maar een paar. Ja. Ja, en dat is niet alleen in de horeca. Dat is, het verzamelpunt is veelal als er geen gasten zijn, ongeacht welk bedrijfstype. Ze vinden elkaar dicht bij de asbak of dicht bij de kassa, want ze praten met elkaar. En als er iemand binnenkomt, dan zijn ze te laat om de deur open te houden. Ja, dat is niet goed, hè? En dat zijn die kleine dingen. En die zie jij? Ja, ik kan me nog herinneren, in Baren werkte ik in De La Promenade, het heet tegenwoordig De Prom. Dat was een mooi terras. Er kwamen altijd twee dametjes en de eerste keer dat die kwamen, die hadden ook een klein hondje bij hem. En die zag ik aankomen, twee stapjes het terras op en ik zag het hondje. Kijk, ik ga niet vragen, heeft het hondje dorst? Nee. Voordat ik erheen ga, kom ik met het bakje water. Ik zeg, zullen we het hondje maar eerst doen? Ja. Dan kun je bij die dames niet meer kapot. Ja, en zo hoort dat. En dat blijkt dan, en dat hoeft heel de bedoeling niet te zijn, bij de afrekening. Mooi, hè? Dus ik zag ze graag komen. Ja. En een verhaaltje erbij als er tijd voor is. En nu ben jij 77? Bijna. Bijna 77. Hoe zien jouw dagen er nu uit? Want je hebt al zo vreselijk hard gewerkt. Veel bij de kleinkinderen, sinds mijn zoon weer in Tiel woont. Minimaal één keer in de 14 dagen bij mijn ex eten. Daar heb je een goede band mee? Hele goede. En ook de vriend van mijn ex is een geweldige kerel. Dus, en ze kan koken buitengewoon. Ja? Ik zeg nog wel eens, waarom begin je geen restaurant? Dan kom ik dus nooit in loondienst. Ja. Ja. Af en toe spelletjes spelen nog? Kaarten doen we veel, biljetten doen we veel. En oude hoeren. En af en toe nog een keer een biertje tappen? Ja, ik heb nog op de Butler Academie bij Rob Wennekes, ook een oud-Tielenaar, in Valkenburg gewerkt. En daar heb ik een burn-out opgelopen. Ik zou daar rondleidingen doen in het kasteel, Kasteel Oost. En wat gebeurt er nou? Dat werd achter in de tuin, werden zandsculptures gemaakt. En daar kwam zoveel bezoek op af,
En toen zei van, loop jij ook mee in de bediening? Met 4 butlers die in opleiding waren. Er waren op dat moment, ik geloof, 11. En nou, dan ga je aan de gang. Een terras, niet meer grind, maar met kapotgeslagen dakpannen, scherven, trapje op, trapje af. En dat wil je eigenlijk niet laten kennen. Ik zal het wel eens even laten zien. Ja. Maar dat heeft je heel veel gekost. 6 dagen in de week en dan een uurtje of 10. Zo in de horeca is het druk, dus we eten wel een keer als het uitkomt. Of een keer snaaien, als je in de buurt van de keuken komt. Ja, zo werkt dat. Dus dat heeft geen goed gedaan. Nee, dat is wel een les geweest. Ja, maar te laat. Want die burn-out die is er nog steeds. Dan raak je, als je dat eenmaal hebt, dan praat je erover. En dan blijkt dat er meer mensen dat gehad en al jaren hebben. Maar goed, ik kan dus op een gegeven moment in één keer vermoeid zijn. En dat is nog steeds zo. Dat is nu in ieder geval het geval. Gelukkig, gelukkig. August, als jij jouw leven onder de loep neemt en zegt van ik heb echt wel wat geleerd. Wat zou jij dan als boodschap mee kunnen geven? Ja, als het in je zit, humor. Humor. Humor, dat is een voorbode van optimisme. Of je kunt ook omdraaien. Humor zorgt voor een relativeren. Ja, je kunt ergens mee zitten. En praat erover, niet met de hele wereld, maar met je vertrouwen. Dat zou ik met mijn zoon doen. En omgekeerd gebeurt dat ook als er iets is. Dat lucht je op en dan maar gauw proberen te vergeten. Want het heeft geen zin. Het gezegde doe wel en zie niet om. Dat zijn die spreuken die staan in de succesagenda's, de duurdere uitgaven. Hoe was die? Doe wel en zie niet om. Doe wel en zie niet om. Nog één. De bergen bestaan bij de gratie van de dalen. Geen dalen, geen bergen. Ik heb er nog eentje opgeschreven. Het kattengeheugen. Oh, serieus? En hoe gaat hij? Verloren tijd is niet in te halen. En die is van mezelf. En ja, die is mooi. Ja, daar hoop ik dan wel. Ja. Dus, en ik heb ook nergens spijt van. Goed zo. Want ik heb genoeg meegemaakt. Ja. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, jij had dit en je had dat en je hebt het vergooid en je hebt zus en je hebt zo. Dat zijn veelal mensen die daarover beginnen, omdat ze zelf in hun eigen teleurgesteld zijn, waarschijnlijk. Daarnaast is het zo dat ik er dan altijd als antwoord geef, moet luisteren, ik heb eerst geleefd, ik had ook niet gedacht dat ik zo oud zou worden. En dan valt de grote stilte en ben ik van het gesprek af. Meestal. Mooi. En daarnaast is het zo dat je met domme mensen het eerste ruzie hebt. Want dat zie je niet begrijpen. Ja, ja, dat is gebrek aan de juiste woorden wellicht. Dat denk ik. Ja. Dat denk ik. Mag ik jou hartelijk danken, August? Het was me genoegen. Het was zo boeiend. Ik rook als een ketter. Je hebt niet eens gerookt. Nee. Maar dat komt door jou. En drinken, het is trouwens zonder alcohol. Ja, dit is alcoholvrij. Ja, klopt. Ja, als ik de rest van mijn leven, hoe lang het ook mocht zijn, geen alcohol meer drink, dan heb ik mijn passie wel gehad. Genoeg. Het was me genoeg om hier te zijn. Dankjewel. Graag tot ziens.